Er komt weer een nieuwe versie van Joomla aan, namelijk Joomla 3.6. En de verwachte uitbrengdatum van die versie is 28 juni. Dus als alles, alles volgens planning zal verlopen, komt op 28 juni Joomla 3.6 uit. Nou, ik heb hier de beta-versie voor me staan van Joomla 3.6. En wat eigenlijk meteen opvalt is dat er helemaal geen verschil is tussen Joomla 3.5 en Joomla 3.6. Alles ziet er net zo uit als in Joomla 3.5. Dus wat dat betreft eigenlijk geen nieuws onder de zon. Ook als je naar de voorkant van de website kijkt, en dit is dus een standaard Joomla-installatie met wat voorbeelddata. Het ziet eruit zoals het er ook al uitziet op dit moment. Toch zijn er wel een aantal nieuwe zaken in Joomla 3.6. Met name, name bugfixes, dus kleine problemen die onder de motorkap zijn opgelost. Wat een grote wijziging is, is een update van het Joomla-update-component. En ik zal je even meenemen naar componenten. Joomla! Update. Uh, je ziet hier nu een tweede tabje, namelijk upload, upload en Update. En ik zal die tab even openen. Uh, op deze tab kun je het update pakket van Joomla! opnieuw installeren. En stel je voor dat, uh, uh, dat het upgraden of het updaten uh, van Joomla! 3.5 naar 3.6 niet goed gaat. Uh, ja, dan zou je normaal gesproken een probleem hebben en zou je een en ander halmatig moeten doen en sinds Joomla 3.5 is het niet meer mogelijk om via extensiebeheer een update pakket van Joomla te installeren. Nou, met deze nieuwe optie in de Joomla update component, deze tab upload en update, uh, kun je weer via uh, de uploaden en installeren methode een update pakket van Joomla installeren. Wat je moet doen is op de joomla.org website het update pakket, dus het zipbestand van, van de update downloaden, uh, die zet je ergens neer op je pc. Dan via de knop Bladeren kun je die zip selecteren. En dan kun je klikken op Uploaden en Installeren. En zo kun je dan uh, je Joomla-website updaten. Uh, wat ook kan, is dat je. Ga eens voor: je zit al op Joomla 3.6.0 bijvoorbeeld. En uh, er is wat gewijzigd aan je website. Bijvoorbeeld, uh, er zijn hackers langs geweest. Of je hebt zelf iets gewijzigd wat niet goed gaat. En eigenlijk moet je je Joomla-versie weer herstellen uh, zoals die was. Dus alle koorbestanden moet je weer herstellen. Dan kun je eigenlijk dus dezelfde Joomla versie uh, weer opnieuw installeren. Uh, stel je voor, je zit op Joomla 3.6, dan download je het update pakket naar Joomla 3.6, naar de versie die je hebt. En die kun je hier dan installeren. En dan worden alle Joomla koorbestanden weer overschreven. En is je Joomla website, tenminste de koorbestanden weer zoals die was. En dit is ook eigenlijk de belangrijkste nieuwste of nieuwe optie in Joomla 3.6. Voor de rest, uh, weinig nieuws onder de zon. Hè? Alle Menus die uh, tonen nog steeds dezelfde zaken die ze nu ook al tonen. Dus uh, dat ziet er allemaal hetzelfde uit. Het werken in Joomla blijft ook gewoon uh, net zo. En uh, wat men ook aangeeft op de Joomla-website: het is een, uh, geen migratie, het is gewoon een kleine update. Uh, Joomla 3 is eigenlijk de uh, Major Release, zoals ze het noemen. En dit is dus een update op die Major Release: een standaard term service update, uh, zoals men die noemt. Nou, 28 juni komt hij dus uit en dan zul je vanzelf in je Joomla! Controlpanel of in je Joomla! Beheerscherm een melding krijgen dat je kunt updaten naar Joomla! 3.6. Uh, de beta-versie moet je niet op je live-website installeren. Uh, als je de beta-versie wil gebruiken, dan kan natuurlijk, uh, installeer die alleen op een testomgeving om te kijken uh, en om te spelen met Joomla! 3.6, maar gebruik die dus niet op je live-website. En mocht Joomla! 3.6 uh, op 28 juni uitkomen... Uh, voordat je de upgrade of de update doet, maak uiteraard eerst een backup van je website.